pas op je kleren. Gewoon zachte vuur, dat is oké. Deze kan ook. Vandaag koken wij Indische gerechten. We zeggen nu eigenlijk als bewoners, genoeg is genoeg. Nou, we doen het meestal, verleiden we de vrouwen van komen ze niet gaan koken. Want Boetelandse vrouwen doen niks liever als koken en voor de kinderen zorgen. En die hebben ook een waanzinnige keuken. Ze vinden dit ook leuk om te doen. En vooral voor de ouderen, er zit een stukje zorg achter. En de pareltjes die hollen ermee goed. We geven ook opleidingen sinds kort, een M3-opleiding. En mijn dames komen uit, zij komen uit Kosovo. Zij komen uit Syrië. Somalië. Is Vietnames. En Turks. Ja. Dat is heel mooi hier en wij leren samen, wij doen ook alles samen. Dus de eenzaamheid tegengaan, de mensen treffen zich, komen met elkaar in gesprek, broodje. En van daaruit groeien ook weer vriendschappen. Hij is aansluitend dadelijk ook met Taalcafé, waar mensen zich treffen, kopje koffie, kopje thee. Ik vind het wel lekker dat ik zelf thuis niet hoef te koken. De rest is bewaren, ja? De rest is bewaren. Andere zakjes bewaren, schatje. En de kokosmelk gooi je... Oh, sorry. Ja, ja. Ben wel streng, hè? Nee, niet... Ja, oké. Okay. Maar ze zijn gewend, ze zijn gewend. Soms, ja, soms is streng. Nee, ik ben leuk streng. Niet zo van... Ja, ze is heel, heel lief. Oké. Okay. Ja, ze kunnen wel goed verstaan en ze praten ook Nederlands. En dat moet hier, ja. Eigen taal mag van mij niet. Vrouwen die zien eigenlijk ook wel meer enthousiasme om dit soort dingen te gaan ondernemen. Mannen zien ze toch wel heel gauw in de mannenrol werken en verder niks meer doen. En de vrouwen die zien ook wel wat meer betrokken, scholen enzovoort, ja. Ik krijg er warm van.